Nota bene in Italië heb ik een Erasmus-vertaling in een benzinestation kunnen kopen. Dat gebeurt daar. En Dante hebben ze daar zonder meer liggen. En nou ga hier maar eens naar een benzinestation. Kijk maar of je überhaupt een boek kunt krijgen. Hè? Als je die privé kunt kopen, dan ben je klaar. Wat dat betreft is er een gebrek aan bewustzijn dat er waanzinnig goed geschreven is in het Nederlands. Als je naar de Lucifer van Vondel kijkt, dat is zo'n goed boek over macht en het verlangen naar macht. En wie voert het op? En juist toneelvoorstellingen, daar kun je alle kanten mee op. Dus pak Vondel en laat zien dat het over de basis van het leven gaat. En zo zijn er meer dingen. Dat geldt ook voor bepaalde romans van Lennep bijvoorbeeld. De Ferdinand Huik gaat over het wordingsproces van een jongen, wat heb je nodig om in de maatschappij te stappen? Ja, lees het, want het is gewoon goed geschreven en het laat zien hoe in een bepaalde tijd met algemene problematiek omgegaan werd. Want literatuur gaat altijd over de hoofdzaken van het leven. Goede literatuur. Altijd over jaloezie, over macht, over liefde, over dood. En dat zie je in teksten uit de middeleeuwen. En dat zie je in teksten uit de 20e eeuw en uit de 21e eeuw. Je hebt zulke mooie vormgevingen in die Nederlandse literatuur. Een Leopold, dat kun je toch niet lezen zonder echt geraakt te worden over die schrijnende eenvoud van de manier waarop hij weemoed onder woorden brengt. Of een Gorter met zijn verzen 1890. Waar kom je dat tegen? Iemand die zo de sensaties van het licht onder woorden kan brengen. Dus ja, lees die Nederlandse literatuur, er zitten zoveel schatten in.